En in de houding staan betekent dat je de borst vooruit, armen iets naar achteren toe en de linkerbeen ga je bijschuiven. En het gaat op commando, dus we staan in de rust, dan zeg ik opgelet, dan weten jullie al van er staat wat te gebeuren, dan komt een commando aan en dan zeg ik opgelet, dan is het korps en bij korps ga je rechtop staan, geef 8 en bij 8 ga je de linkervoet bijtrekken. En, die zijn, en dan staan de hakjes tegen elkaar aan, de teentjes iets wijd. Want dan zo. Geef 8. En dan zet je de voet bij. En als we het voorwaarts mars, dan gaan we wegmarcheren. En dat wegmarcheren, dat doen we vaak. Geef 8. Goed zo. De buik ietsjes ver, de borst vooruit. Doet als een zoutzak in elkaar van mooi, al gaan we een keer. En dan blijven we ook stokstijf staan. Dan gaan we niet meer draaien of kriebelen of jurken of eventjes. Nee, dan blijven we rustig staan. En dan gaan we vertrekken. Nou, dan moeten we direct een bochtje maken, anders loop je tegen de kist aan. Dus dan hou jij een beetje in en dan ga jij een beetje draaien. Zullen we dat eens proberen? Ga ik het eventjes gewoon even zeggen. Voorwaarts, mars en links. Kom maar. Links. Links. We gaan weer draaien. Goed, steeds. Links. Niet de handen open hoor. Links. 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 Ja, stop. Oh, ja, stop maar. Zo, het is niet zo goed. Klaas. Halt. Stil. En dan moet je als Sinterklaas! Dat zijn...
Sinterklaas. Sinterklaas wil niet misschien moeten de buurman heel hard een liedje gaan spelen als Sinterklaas aankomt, maar... Hebben jullie wel gezongen dan? Ja. Nou, eigenlijk niet, hè. Ja. Ja, maar met de muziek is er, maar we hebben niet echt gezongen. Zullen we dat gaan proberen? Ik denk dat hij dan. Ja. Met Angelina. Ik denk het ook. Of niet? Welk liedje gaan jullie spelen, Pieter? Ja, nog een keer in Sinterklaasje komen. Ja? Dan gaan jullie dat wel allemaal zingen? Ja! Allemaal! Ja? Ja, nou ja, we proberen het een keer. Tel jij tot 26? Ja, is goed. 1, 2, 3, 4, 26! Zitten. Ja,
jij had bij de buren aangebeld en je ging. Ik heb helemaal niet bij de buren aangebeld, ik moest hier naar binnen. Ja, en waarom zijn wij dan verkeerd, die? Omdat zij zouden wachten zitten, Klaas. Ja, maar die buurvrouw die zei, kom maar binnen met je knecht, maar ja. Die kinderen waren hier. En daar waren wij ook, wij gingen naar binnen, want we dachten, daar moeten jullie zijn, die hadden ook muziek aan. Hier zitten al die kinderen. Maar wij hebben wel even wat heel moois met ze gedaan. Ja, want ze kunnen meer als alleen zingen van kom maar binnen met je knechten. Ja, dat klopt. Dat hoorde ik net als stiekem Sinterklaas, maar ik dacht, ik wil ze niet storen. Dus ik heb even geluisterd en dat klonk heel goed, Sinterklaas. Misschien willen ze dat straks nog wel een keer voor u doen, Sinterklaas. Ja, dat willen jullie nog wel een keer doen. We zijn inderdaad hartstikke druk geweest binnen Sinterklaas. Met allerlei activiteiten. Nou, en is dat goed gegaan? Het ging het goed, jongens en meisjes? Ik ben hier vorig jaar dat ik hier was, heb ik ze allemaal zo mooi zien marcheren. Nou, dat vond ik toch wel zo prachtig. Ja. Dat hebben we dit jaar weer gedaan, hè? Ja? Ja. Ja, en ik heb... En toen net ook nog. Toen net ook nog. Ja. Dus Sinterklaas, die kan zo even kijken of jullie nog kunnen. Ja. Ja? Ja. Zullen we snel gaan beginnen? Ja, dan ga ik... Neemt u lekker plaats? Ja, het gaat hier zitten. Ja. Zal ik de stap even... Even kijken. Nou, kijk, die heeft vast wel hier staan, toch? Ah, Willem bent er bij het Stedelijk Orkest, Sinterklaas. En bij het Stedelijk Orkest hebben we twee hele jeugdafdelingen. De Sockets en de Stockets. En de Stockets zijn? De Stokken. Ja, de Trommelaars. De Trommelaars. De Tamboers. Ja. En de Sockets, die kunnen alles? Die spelen blaasinstrumenten. Ja. En zijn er zoveel, hè? De toeteraars, ja. Ja. Oh, daar zorgt mij voor pieten. Juist. Ja. We willen graag even een demonstratie laten zien, om te beginnen met de Sockets. Ja. Ja? Ja. De sok. Sok. Geen stok. Nee, sok. Sok. Klein in de fluiten. Kom maar. Sok. Heel bekend. Iedereen kent het wel. En net begonnen al een paar mee. Zingen. Dan een keer en we gaan het proberen. Klarinetten en de fluiten van de Sockets. Thank you.
jullie helemaal bovenaan staan? Ja. En jullie zijn de rode die helemaal onderaan staan. Ja? Oké, Timo, we zijn er klaar voor. Opgelet, daar komt de zak van Sinterklaas. Kom hier. Thank you.
Ja, en die hoort eigenlijk nog een beetje in bed liggen. Ja. Maar die wou jullie niet in de steek laten en die heeft toch met jullie meegedaan. Nou, en Sinterklaas brengt natuurlijk alleen cadeautjes bij kinderen. Maar ik vind dat die meneer ook wel wat verdiend heeft. Hè. Een applausje en dan krijg ik van Sinterklaas cadeautjes. En natuurlijk ook een groot applaus voor al deze mensen die dit allemaal zo mooi versierd hebben en georganiseerd hebben voor jullie. Ja, dank jullie. Prachtig. Ja, ik moet afscheid nemen. Ja, er zijn nog een heleboel kinderen die wachten. Ja, en jullie moeten natuurlijk naar huis. Ja, jij wil nog wat vragen? Jij gaat vanavond je schoen zetten, Piet. Jij hebt het gehoord. Ja. Nee, dat komt goed. Komt dat goed? Ja. Nou, ik hoop dat die Pieter allemaal onthoudt. Als er vanavond morgen nog niks in de schoen zet, dan gaan jullie volgende week nog maar een keer zetten. Ja? Maar dat kan natuurlijk. Ja, maar dat kan natuurlijk wezen dat Piet wat vergeten heeft. Ja, maar je ziet dat is toch een beetje een domme Pieter. Ja, dus die kan het ook wel vergeten. Maar dan zetten jullie volgende week weer. Je moet zeker in het duurvoud. Nee, Sinterklaas gaat nu met de Pieter mee. Ja. Mag ik de staf? Ja, Piet. Ja, Sinterklaas. Ja, Piet. Geef ik deze aan Timo. Alsjeblieft, Timo. Dank u wel, Sinterklaas. En dan hoop ik jullie volgend jaar ook allemaal weer te zien. En dan hoop ik weer gelijk met de muziek Pieter binnen te komen. Ja, dan hoop ik dat het helemaal goed gaat. Ja? Ik wou nog even tussendoor de kinderen nog even vragen om te blijven zitten. Ik wou straks even wat vertellen over de zwak en de zwak is. En daarna komen jullie, kunnen jullie gaan en jullie... Dus die schutterij die heeft, dat is een muziekvereniging geworden. En dat is de oorsprong eigenlijk van het Stedelijk Orkest. Al bijna 175 jaar geleden. Het orkest bestaat uit verschillende onderdelen. Het A-orkest, een mellenband, een lerenorkest, een stadsvorm, een boerengebel en de sokkets. Hoe zien de voorwaarden van de sockets eruit? Sockets?